Dus je gelooft, begon zij weder, nog een weinig verschrikt en den draad kwijt. Hij zag haar glimlachend aan. Wat? Vroeg hij. Je gelooft bijvoorbeeld dat als ik met Otto trouw, dit onvermijdelijk was voorbeschikt. Hij vatte haar zacht bij de hand. Beste meid, waarom zou je je eigenlijk vermoeien in die uitpluizingen? Je houdt van Erlevoort, je bent gelukkig, stel je daar tevreden mee. Het geluk is een kapel. Als het om je heen fladdert, moet je het niet zoeken te grijpen om het anatomisch te ontleden. Daar is het te broos en te etherisch toe, dan gaat het dood. Ze zag hem verrast aan. Hij kon vaak zijn gedachten in zo'n aardige vorm kleden. En hij deed het zo gewoon, zonder poëtische affectatie, alsof hij iets heel eenvoudigs zeide. Het was iets dat in hem was. Hij wist het nauwelijks dat hij het deed, onbewust van deze tint van artisticiteit in zijn karakter. Maar toen zij hem zo verrast aanzag, ontstelde zij hevig. Hij was wit als een lijk geworden en had zich uit zijn stoel opgericht met starende, verwijde ogen en twee violette doodstrekken om zijn neerhangende kleine mond. Mijn God, Vincent, wat heb je? Riep zij eveneens oprijzend. Niets, ik ben wat benauwd. Toe, doe je raam open, smeekte hij. Wil je niets hebben, water? Vroeg zij bevende. Nee, nee, lucht, smeekte hij weder. Ze stortte op het venster toe, maar haar trillende handen vermochten het niet te openen en zij belde. Mijn God, riep ze. Vincent was flauw neergevallen op den Persische divan en hij gleed langzaam van de kussens op den grond. Alleen zijn hoofd bleef roerloos tegen de matras aanliggen. Een zweet parelde dik op zijn voorhoofd en een benauwde ademhaling rochelde op uit zijn borst. Mijn God! Gilde Eline radeloos. Ze snelde de deur uit en riep aan de trap. Patsy, Mina, Henk, Patsy, Vincent, kom toch Vincent, hij sterft geloof ik.